Willem Frederik Hermans, De tranen der acacia's ontstond tussen 46 en 48, 1946-1948. Het bevat verschillende passages die betrekking hebben op Brussel, op een verblijf van de hoofdpersoon, de jonge Arthur, in Brussel. Ook Willem Frederik Hermans verbleef kort na de bevrijding in België. Ja, nou, ik was er kort voor de oorlog begon, liever gezegd in de zomer waarin de oorlog begon, de zomer van 1939, was ik er ook enige tijd geweest. Bij vrienden van mijn ouders. En na de bevrijding ben ik die mensen gaan opzoeken. Ik vond het heel erg aardige mensen. En dat is dus een hele vage basis voor het verhaal in de Tranen der Acacia's. De Tranen der Acacia's is een soort roman die getrouw aan de Noord-Nederlandse traditie, waar ik toen ook nog wel een beetje door beïnvloed werd, met alle geweld pogingen doet te lijken op een autobiografie, maar het is helemaal geen autobiografie, het is voor 90% gelogen. Maar de beschrijvingen, de herinneringen, al zijn het dan herinneringen in de tweede graad, bijvoorbeeld de toespraak van generaal de Gaulle na de bevrijding op de markt in Brussel, die heeft u wel meegemaakt. Ja, dat soort dingen natuurlijk en de beschrijving van bepaalde omgevingen in Brussel, die zijn wel nagenoeg authentiek. Er is overigens een Brussel dat bijna helemaal verdwenen is. En wat ik toen eigenlijk een erg leuke stad vond. Brussel was een stad die mijn verbeelding bijzonder prikkelde. En dat komt denk ik doordat ik als jongetje een kinderboek gelezen heb dat ging over de Belgische opstand. En over de gevechten die toen in Brussel hebben plaatsgevonden. En de prins van Oranje die met zijn troepen moest vluchten in het park van Brussel. En ik zou niet meer weten wie de auteur van het boek was. Ik weet ook niet meer hoe het boek heette. Maar Brussel maakte altijd de indruk op mij. Dat komt geloof ik ook door de warme kleuren van de Belgische vlag. Alsof er iets broeide. En dat was toen meer het geval dan nu. Nu het allemaal volstaat met wolkenkrabbers van zo in de stijl van Mies van der Rohe en staal en glas en zo. Dat had je daar toen helemaal niet. Ja, dat was toen, het zijn authentieke oude huizen, het zijn in de 19e eeuw nagemaakte antieke oude huizen. Zwaar overladen barok of pseudo-barok of echte renaissance en pseudo-renaissance. En er was ook ruimte. Ruimte. Laten we zeggen, die grote boulevards van Brussel, de ringboulevards die buitenom lopen, daar had je dus twee tramsporen en daartussen had je langgerekte plantsoenen met bomen en zo. Het was, in 1946 was Brussel nog een typisch vooroorlogse stad. Eigenlijk vrij rustige stad, ja. Voor die tijd ook een vrij drukke stad, maar toch niet te vergelijken met wat het nu is, niet waar, met die kolossale hoeveelheden auto's had je niet. Nee, ik doelde op ruimte binnen in de huizen, want ook de familie, de halve familie waarin Arthur terechtkomt, dat lijkt een soort Kafkaiaans labyrinth te zijn. In de helft daarvan beweegt hij zich trouwens niet op het lagere niveau met twee van zijn halfzusters, komt hij niet in aanraking. Ja. Het geeft de indruk dat hij terechtkomt in iets wat veel groter is dan de beschrijving van een huis kan omvatten. Ja, maar ik geloof niet dat nu een element is dat zo dat typisch Brussels moet heten. Dat is meer een element dat te danken is aan de fundamentele fantasieën waar de roman op berust. Maar niet op het decor. Ongetwijfeld zijn trouwens, dat is nu nog zo. België is een van de landen waar dan, laten we zeggen, wel mensen die dan tot een bepaalde betere stand behoren, zeer ruim behuisd zijn. Hè? Belgische huizen zijn in het algemeen erg groot. Maakte jij in de tijd dat je in Brussel was notities over de uitspraak van de personages? Er komt een van de Lucien, een aangetrouwde neef van Arthur, die spreekt heel duidelijk Vlaams.
Ook geloof niet dat het Vlaams is. Het is een zeer gebrekkig Vlaams. Het is een, ik denk dat het oorspronkelijk een francofone man is geweest die wel Vlaams geleerd heeft. Maar het is natuurlijk zo, ik was trouwens met alle Noord-Nederlanders zo, dat de uitspraak van het Nederlands hier, dat die, vooral als je het zo de eerste keer hoort, een onuitwisbare indruk op je maakt. En niet alleen de uitspraak, maar ook de woordkeus. Maar of het taaleigen waarin Lucien zich uitdrukt, in hoeverre dat aan de werkelijkheid ontleend is, en ook wel een gedeelte aan mijn fantasie, dat zou ik niet precies durven zeggen. Je hoort ook altijd de personages, de Brusselse personages tegen Arthur zeggen, alle flaminganten waren in civieken. Was dat de heersende mentaliteit in Brussel? In die jaren, ja, wel een beetje, ja. En men had het gevoel dat de Vlamingen dan, of het Nederlandstalige deel van België, dat minder afwijzend tegenover de Duitsers had gestaan dan de Walen. En dat gevoel dat is natuurlijk verklaarbaar uit het feit dat zowel in de Tweede Wereldoorlog als in de Eerste de Duitsers het er duidelijk op toegelegd hebben om het Nederlandstalige deel van de bevolking op hun zijde te halen. Ik kom nog even terug op die francofone Vlaming die het woord richt tot Arthur. Is dat binnen de roman niet een soort van linguistisch pendant van de figuur van Andrea die Oosterse talen beïnvloed Nederlands spreekt? Ja, dat is ongetwijfeld waar. En het geheel heeft, denk ik, een ruimere betekenis dan alleen een linguistische kritiek op de manier waarop sommige mensen talen spreken, met name het Nederlands. Maar het is symbolisch voor het gebrek aan verstandhouding tussen de hoofdpersoon en zijn omgeving. Ja, om op de roman, ik zal niet zeggen terug te komen, om bij de roman te komen. Het is het verhaal van Arthur, een kind zonder ouders die met halve ouders en halve vaderfiguren in contact komt. Ja. Maar niet alleen iemand die met halve vaders en halve vaderfiguren in contact komt, maar ook met halve vaderlanden in contact komt. Zijn echte vaderland, Nederland, staat hij afwijzend tegenover, omdat hij zich geneert voor het gebrek aan macht dat het heeft kunnen ontplooien tijdens de oorlog. Hij gaat dan naar België, wat dan ook een soort vaderland voor hem is, maar een totaal gespleten, verbrokkeld vaderland. En hij denkt dan ook na over. Trouwens, die gedachten die waren in die tijd meer en meer algemeen. En hij heeft eigenlijk al gedachten die preluderen op of samenhangen met het ontstaan van de Benelux. Het is eigenlijk een oud probleem, niet waar? Men heeft na de Napoleontische oorlogen ook gedacht om, laten we zeggen, in dat deel van Europa een soort vrij grote Nederlandse bufferstaat op te richten. Dat is mislukt, Belgische afscheiding. Daar loopt hij dus ook over te piekeren. Maar het probleem is toch blijven bestaan. En het heeft daar nu een oplossing gevonden. Of in ieder geval is een stadium bereikt met het oprichten van de Benelux. Maar een goed deel van die Benelux-idee voor de Tweede Wereldoorlog werd gepromoveerd door een nogal extreemrechtse oriëntatie, onder andere de beweging van Severen in Vlaanderen. Ja, daar ben ik niet zo erg goed van op de hoogte. En wat Van Severen nu wilde, het stichten van een groot Nederlandse staat die totaal pro-Duits zou zijn en dan in bondgenootschap met de Duitsers de Fransen te lijf gaan. Ik meen dat het idee van Van Severen was. Nou, ik denk dat hij vooral de Benelux zag in functie van de samensmelting van de kolonies. Ja, dat is natuurlijk een totaal verouderd idee. Daar hoeven we eigenlijk niet meer over te praten. Maar het is wel eigenaardig natuurlijk dat de Benelux nu het hele grondgebied omvat, hè, België, Nederland en Luxemburg, wat ook het grondgebied van koning Willem I was. Het is toch eigenaardig dat dat na 100 jaar weer ontstaan is. En dan nu, goddank, zonder die politieke en ideologische spanningen van plusminus 1830. De figuur van Arthur refereert wel eens expliciet in de roman De Tranen der Acacias naar Napoleon. Is dat ook niet een verwijzing naar Le Rouge et le Noir van Stendhal? Naar dit soort van ontvoogdingsroman van een mislukte jeugd. Ja, dat is natuurlijk ook het omgekeerde zeggen. Namelijk dat de populariteit van Le Rouge et le Noir, die
vooral erg toeneemt, zo omstreeks 1935, 36, 37, 38, niet waar, dat men in Julien Sorel eigenlijk een soort prototype van een proto-fascist zag. En dat uit de Mutaf nogal eens dikwijls aan Napoleon denkt, of zelfs een langs allerlei omwegen een afstammeling van Napoleon zou zijn, dat hangt samen met... Met het hele historische tijdperk waarin men tot op zekere hoogte een soort omgekeerde herhaling kan zien van wat er aan het begin van de 19e eeuw onder Napoleon is gebeurd, dat zich herhaald heeft in die 40e jaren onder Hitler. Waarom is van die roman die in 1948 beëindigd was, pas in 1971 de definitieve versie verschenen? Dat heeft... allerlei oorzaken. De definitieve versie die is wel iets ouder dan in 1971. Die is eigenlijk ontstaan, ik ben 1966, 67, toen de Duitse vertaling van het boek zou verschijnen. Maar dat die niet eerder in Nederland is verschenen, dat lag allemaal technische moeilijkheden aan de conflicten met Van Oorschot. Van Oorschot die geen nieuwe editie van het boek wilde uitbrengen, want dan zou het opnieuw gezet hebben moeten worden. En uit krenterigheid wilde Van Oorschot dat niet. Daar lag het eigenlijk hoofdzakelijk aan. Dat is de uitgever. De uitgever. Maar dan ligt het natuurlijk ook aan dat dit boek eigenlijk mijn eerste roman geweest is van een zodanig grote omvang. En dat mijn ideeën over het schrijven van, schrijven überhaupt, en het schrijven van zulke dikke romans, in de loop der tijden wel veranderd zijn. In de tijd dat ik de Tranen der Acacia begon te schrijven, toen waren mijn ideeën omtrent het schrijven veel minder, ik zou zeggen, conscientieus, veel immoreler dan naderhand. Hè. Ik was toen 25 jaar en besefte niet dat een slordig geschreven tekst of een beetje onevenwichtige tekst, dat ik daar ooit later spijt van zou krijgen. Ik dacht gewoon, ik was toen eigenlijk al in verzet tegen het pieterpeuterige geschrijf dat in Nederland voor het summum van schrijverij doorgaat. Hè. Zo het schrijven van hele kleine essaytjes, en hele kleine opmerkingjes, aforismen en zo. En, dat horlogemakerswerk, daar had ik toen al iets tegen. Dus ik vond dat... je ging zitten en je schreef zo 20 pagina's achter elkaar. En dan ging je daar niet zo verder meer over piekeren. Het leven gaat voort en het schrijven gaat ook voort. Doe wel en zie niet om. Maar naderhand ben ik toch gaan omzien. En heb toen dus van bepaalde tekstgedeelten of een bepaalde manier waarop de tekst neergeschreven was, spijt gekregen en ben tot de conclusie gekomen dat het beter kon en heb dus een mijn zin sterk verbeterde versie voortgebracht. Maar toch is de constructie van het boek, die is onveranderd gebleven en die zit heel hecht in elkaar. Ja. Als op een bepaald moment het personage Arthur uit de trein kijkt en hij ziet de rook van de fabrieken versmelten in de mist, dan komt zoiets analoogs later ook weer terug als hij de fabrieken in de Marolle beschrijft in Brussel. Ja. Dus zo onnauwkeurig was De Tranen der Acacia's helemaal niet geschreven. Wat de constructie betreft niet. Ik heb gelukkig, zou ik eens zeggen, als het niet al te zelf ingenomen is, maar bij het schrijven van mijn allereerste verhalen, een verhaal als een ontvoogding, wat eigenlijk het oudste van mijn gepubliceerde verhaal is, dat ik geschreven heb toen ik 19 was, toen heb ik bij wijze van spreken direct ontdekt iets wat tot mijn grote verbazing de meeste Nederlandse auteurs nooit ontdekken, dat de kracht van een verhaal zit in de constructie. En de constructie van Tranen der Acacia's die is redelijk goed. Wat niet wil zeggen dat hij oorspronkelijk zo goed is geweest, maar dat is nooit gepubliceerd. Het manuscript was oorspronkelijk wat groter
En voordat de eerste druk verscheen, heb ik er een bepaalde gedeelte uitgegooid waar ik nooit spijt van heb gekregen. Die hebben wel in Nederland, dat is bekend dat ik een bepaalde stuk uitgegooid heb. Dat heeft kwade tongen in beweging gebracht die hebben gezegd, ja, Hermans die heeft toch onder aandrang van zijn uitgever, heeft die bepaalde stukken die te pornografisch waren, heeft hij eruit gegooid. Maar dat is eigenlijk de meest absolute leugen die bestaat. Ten eerste waren die gedeelten voor een deel hadden ze helemaal niets met erotiek te maken. En voor zover ze er wel mee te maken hadden, waren ze echt niet gewaagder dan de stukken die in het boek behouden zijn gebleven. Willem-Frederik Hermans, je refereerde daarnet naar de reacties die de tranen der acacias bij de mensen opriepen. Het verzet tegen dat boek was vrij groot. Ja, het was al direct groot toen ik in eind 1946 de eerste hoofdstukken in het literaire maatschrift Criterium publiceerde. Ik had het al enigszins voorzien en had dus in het eerste hoofdstuk waar ik geloof een keer het woord naaien in voorkwam, dat had ik zelfstandig door puntjes vervangen met een noot dat dat op verzoek van de uitgever was gebeurd. Dat deed ik voordat de uitgever het hele manuscript had gezien. Toen de uitgever het manuscript zag, of de drukproef van het tijdschrift zag, toen bleek dat ik het nog onderschat had. En toen zijn er allerlei verwikkelingen, zijn er zelfs wel 3 regels uit weggelaten. Maar goed, er ontstond hier een geweldig kabaal over die publicatie. En het hele Nederlandse literaire wereldje drong erop aan. Mullenhof, dat die de hele publicatie zou staken. Dat is tenslotte niet gebeurd. Dus ruim de eerste helft van het boek is in Criterium verschenen. Maar merkwaardig genoeg had al dat schandaal ten gevolg dat de tijdschrift steeds slechter ging lopen. En verloor steeds abonnees. Toen eigenlijk het boek helemaal klaar was, had ik de grootste moeite om er een uitgever voor te vinden. Het is bij verschillende uitgevers geweest. Ten eerste weer bij Mullenhof, die er al een heleboel geld op verloren had toen het in Criterium verscheen. Dan is het bij de Bezige Bij geweest. Die wilden het ook niet hebben. Die waren bang dat ze daarna failliet zou gaan. En tenslotte heeft Van Oorschot het dan genomen. Dan zie je hoe eigenlijk hoe laf eigenlijk de gemiddelde letterkundige is. Want toen bleek dat het boek voor die tijd nogal een succes was. Het werd veel gekocht. En toen had je dus een hoop mensen die al die jaren gezegd hadden, wat een schandelijk boek. En het is treinlectuur, pornografie en dit en dat, dat hoort niet bij de literatuur. Die gingen toen hun opinies wijzigen. Met het aspect van mogelijke pornografie of de erotische inhoud van het boek, die valt anno 1976 volledig weg. Ja. En ik geloof dat de klemtoon meer ligt op het klimaat van wanhoop en verzet tegen de hopeloosheid en de kleine burgerij die daarin komt. Ja, maar dat is ongetwijfeld waar. En dat dan in die tijd in combinatie met in die tijd wat in die tijd gevonden werd, erotische vrijmoedigheden die niet opgeschreven mochten worden. Dat verklaart waarschijnlijk het succes, zeg ik nu. Ja, maar ik bedoel het verzet tegen het boek. Met de klemtoon lag toch voor jou op die wanhopigheid van het personage? Ja, vanzelfsprekend. Maar die wanhopigheid die manifesteert zich ook in de op de droeve manier, op de wanhopige manier waarop hij zijn erotiek ervaart. En niet alleen hij, maar ook de andere personages in het boek, bijvoorbeeld die Oscar, die voorkomt. En ook de titel, De Tranen der Acacias, het feit dat de personages vrij veel transpireren, wenen en dat Arthur tenslotte door een bloeding sterft, heeft ook te maken met die symboliek van de tranen altijd. Ja, en het vegetale karakter van de personages. Het zijn mensen die ondergaan dat de biologie tenslotte toch de basis. Boven filosofie of ideologie of spiritualiteit of wat je wilt.
Maar zelfs die ideologie of de spiritualiteit van de personages, die spelen een vrij geringe rol. Een van de abstracte hoofdpersonages zou kunnen zijn het personage van het misverstand, ontstaan door allerlei kleine verschuivingen in verhalen of in beschrijvingen of in het wachten op een brief, het horen van een naam. Oh, het misverstand, het is een betrekkelijk begrip. Je kunt ook zeggen dat de hoofdpersoon door de meeste mensen die zich maar weinig van hem aantrekken, of voor zover ze zich wat van hem aantrekken, hem dan toch weer laten vallen, dat die hem eigenlijk heel goed hebben begrepen. Dat idee heeft hij ook. Maar hij heeft het gevoel, ja, kijk, deze mensen die behandelen mij niet goed, maar ze raden waarschijnlijk dat ik in mijn achterhoofd ze toch haat en minacht. Dus hij vindt het eigenlijk wel logisch dat hij zo behandeld wordt. Ik doelde niet op het misverstand in de tragische zin voor Arthur, maar het misverstand dat ontstaat in de atmosfeer van de bezetting en de bevrijding. Die mensen die van identiteit verwisselden, die allerlei camouflages tegen elkaar en verhalen opstaan. Ja, dat is in dit boek eigenlijk al maar het is in dit boek meer en meer toch, geloof ik, een bijmotief dat in mijn latere boeken meer op de voorgrond is getreden. En vooral in de kamer, in de donkere kamer van Damocles. Daar is het meer de hoofdzaak geworden, maar in dit boek is het niet zozeer de hoofdzaak. Maar men voelt dat toch broeien. Heb je dat zelf ervaren in die periode van verzet, dit soort van confuse waarneming van mensen? Ja, relaties? Ja. Het merkwaardige was dat je... het gevoel dat je de achtergronden van de mensen niet kende. Wat onder de Duitse bezetting heel erg uitgesproken was. Laten we zeggen, mensen hielden allerlei dingen geheim voor elkaar. Sommigen moesten dat ook voor elkaar geheim houden. Maar niet alleen bijvoorbeeld dat ze hun verzetsactiviteiten geheim hielden. Wat natuurlijk begrijpelijk is, want als je daar met mensen over gaat praten, dan ben je spoedig gearresteerd. Maar je had ook mensen die allerlei foute activiteiten verrichten. Zo herinner ik me dat. Ik geloof de eerste dag na de bevrijding van Amsterdam, toen kwam ik er ineens achter dat iemand die ik geregeld gezien had, dat hij een vrij ernstige mate gecollaboreerd had. En ook onmiddellijk door de Nederlandse politie was opgepakt toen de Duitsers weg waren. Dat was een geweldige verrassing voor mij. Dat soort dingen. En ook een heel boeiend studiemateriaal voor jou is geweest het relaas van de verhoren van de illegale en legale en collaborateurs. En weerstanders. Ja, maar nu moet ik zeggen dat u doelt waarschijnlijk op die rapporten van de Nederlandse, van de parlementaire enquêtecommissie. Er is namelijk na de oorlog in Nederland een parlementaire enquêtecommissie gevormd die zeer uitgebreid allerlei handelingen van overheids- en semi-overheidspersonages tijdens die Duitse bezetting, zowel in Nederland als in Londen, heeft onderzocht. Maar dat dateert uit het begin van de 50er jaren. Toen was die Tranen der Acacia's al lang geschreven, dus daar had ik helemaal geen kennis van. Nee, maar er was natuurlijk wel al soortgelijke dingen, waren wel al in de kranten geweest, of toen. Huh? Maar die problemen en die achtergrond van motieven en van verklaringen, die komt duidelijker naar voren in de materialen die aan de grondslag liggen van niet alleen de Donkere Kamer van Damocles, maar vooral ook het stuk over King Kong. Ja, vooral het stuk van King Kong, dat valt hier eigenlijk buiten. Omdat zowel die Donkere Kamer van Damocles als die Tuin der Acacia's, dat zijn, zoals ik zeg, dat zijn fantastische romans in wezen. Maar King Kong is een documentair toneelstuk waarin hele citaten zitten die uit de officiële rapporten zijn overgenomen. Toch zou men King Kong als een personage door de figuren van Arthur of van Asseval kunnen zien. Een soortgelijk personage, ja. Maar, ja, inderdaad. Maar ik geloof dat King Kong, de echt bestaand hebbende King Kong, is in vergelijking met Oosterwoud, en zeker in vergelijking met de hoofdpersoon van de Tranen der Acacia's, toch veel meer een bestaand, een levend en een personage, een man van de daad geweest. Deze twee mensen, vooral de hoofdpersoon in de Tranen der Acacia's, die doet eigenlijk niets. Het is eigenlijk één verdieping, één meditatie over zeer droevige onderwerpen waar hij zijn leven aan besteedt.
En over continue mislukkingen. Was dat de optiek waarvan... Ja, en van een soort duister voorgevoel dat er met zijn gezondheid iets niet in orde is. En dat hij dus vandaag of morgen ineens zal kunnen doodbloeden, wat hij aan het eind dan ook doet. Het gebeurt ook letterlijk, hij bloedt dood. Maar een accu kan weer opgeladen worden, maar dat maakt van niet eens waar.